Hartelijk welkom allemaal bij de tweede uitzending van Politiek Café hier vanuit de Vorstin. Het is inmiddels alweer de vierde jaargang, aflevering 26. Ik ben Sylvia en we gaan beginnen aan een mooie uitzending. Vol interviews, discussies, live muziek natuurlijk en een actuele column. Wilt u reageren en wilt u live deze uitzending volgen? Maar wilt u ook reageren, dan kan dat. Via Twitter, hashtag PC Hilversum. En PC staat natuurlijk voor Politiek Café. Ons eerste item gaat over de crisis bij Hart voor Hilversum. Aan tafel bij Boy en Willem zit Dick Ruizenberg, voorzitter van die partij, om tekst en uitleg te geven. Ja, in onze vorige uitzending zaten we nog met twee lokale partijen aan tafel en keken we of er verschillen waren en of ze niet beter samen zouden kunnen gaan. Inmiddels is er bij Hart voor Hilversum een scheuring ontstaan door het opzeggen van het vertrouwen in Hans Roos. En die gaat nu als eenmansfractie verder. Dat is even wat wij in één maand te horen kregen. En aan tafel hebben we dus de voorzitter van Hart voor Hilversum, meneer Ruizenberg. Maar daar wou ik toch even een vraag over stellen, want ik lees in een aantal reacties in de pers en in de media dat men in twijfel trekt of u eigenlijk wel de voorzitter bent. Bent u dat? Ja, ik ben wel degelijk de voorzitter. Ja? Een voorzitter wordt statutair gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Ja? En op 3 mei 2010 ben ik als voorzitter door de Algemene Ledenvergadering gekozen. Ja, want u heeft al eerder bij mij in de uitzending gezeten, dus was u ook voorzitter. Toen had niemand het erover, maar goed, u bent de voorzitter. Nou hebben wij de laatste maand in de pers, na al dat gedonderjagen, zo noem ik het maar even, allerlei betrokkenen aan het woord gehoord. Leonie Sazias hebben we gehoord, Hans Roos hebben we gehoord, John Tammer hebben we gehoord. Nou willen we graag eens een keer van u weten hoe het nou precies zit. Oh, nu werd het stil. Nee, wat is er aan de hand? Ja, dat is de vraag. Het vertrouwen is opgezegd in een raadslid en in een fractiemedewerker. Dat weten we. En de achtergrond daarvan is dat wij tot de ontdekking kwamen dat er een ondergrondse campagne gevoerd werd tegen collega's. Een alternatieve verkiezingscampagne? Er werd een ondergrondse campagne gevoerd. Okay. En dat, ja, ik denk dat je als fractievoorzitter, maar ook als bestuur, weinig anders kan doen dan daar negatief op reageren. Maar u zegt een ondergrondse campagne. Tegen wie, wat, waarom? Want u zegt ondergrondse campagne, daar weet ik nog niks. Er zijn mensen die het dan met de gang van zaken niet eens zijn en dan buiten het zichtveld van anderen gaan proberen om daar verandering in aan te brengen. En wij hebben een, ja, mag even. En wij hebben een partij die zegt dat wij uiterst transparant, veel meer dan anderen zijn, open en fatsoenlijk. En als je dan op zo'n ondergrondse stroming niet reageert, dan ben je ongeloofwaardig. Ik wil toch even terug. We hadden hier vorige maand aan tafel uw partij, waar u de voorzitter van bent, Hart voor Hilversum, glunderend. Het kon niet beter, er komen verkiezingen aan en het ging eigenlijk goed. We zijn een maand verder, er is een storm overheen gekomen, half Nederland ligt plat en ook de partij Hart voor Hilversum ligt uit elkaar. Even terug, want kijkers die naar dit programma kijken en die de krant niet helemaal iedere dag volgen, meneer Ruizenberg, wat is er eigenlijk gebeurd? Nou, ik heb u net uitgelegd. Ja, nee, ik snap dat er allerlei ondergrondse dingen zijn, maar dat en dat heeft uiteindelijk ertoe wat geleid. Wat is ondergronds? Wat gebeurt er dan? Probeer het eens helder te krijgen, want stel je voor, het is een partij. Er zijn gremia. Gremia zijn onder andere de fractie en het bestuur. Ja. En waar gaat dat conflict over? Eigenlijk. Ja, eigenlijk moet u dat aan de mensen vragen. Ja, maar vraag het aan de voorzitter. Mensen zijn niet tevreden met de gang van zaken. Mensen, welke gang van zaken? Het belangrijkste is natuurlijk dat mensen niet tevreden zijn met de plek. Ja, en ik laat nou even heel duidelijk zijn. Binnen een transparante partij als Hart voor Hilversum zijn het de leden in de algemene ledenvergadering die alles bepalen. Maar omdat dat is het. Ja. Dus er moet een bestuur zijn dat een kandidatenlijst aan zo'n algemene ledenvergadering voorlegt. Tot zover heb ik hem. En zo'n kandidatenlijst heeft volgordes. Snap ik. En daar zijn mensen het niet mee eens, maar dat is niet alleen bij Hart voor Hilversum. Dat gaat om de volgorde. Ja. Dat is het. Of dat het enige is, dat kan ik u niet zeggen. Maar ik heb daar wel het gevoel bij, ja. Maar ik begrijp,
Er is een volgorde, een kandidatenlijst. Mensen zijn niet tevreden. Nou, dan gaan we op de algemene ledenvergadering weer erover praten met z'n allen. Ja. Waarom is dat niet gebeurd en eigenlijk dan eerder ondergronds? Ja, nogmaals, boy, dat moet je niet aan mij vragen. Want ik heb dat niet ondergronds gedaan. Nee? Nee. Nee, u heeft het niet gedaan, maar iemand anders heeft het gedaan. Ja, en wanneer hoorde u dat? U bent voorzitter, u hoort iets. Ja, op een gegeven moment heeft de fractievoorzitter mij gebeld. En ja? Mij gezegd, mij is iets ter oren gekomen. Oké, okay. En toen? Wat zei u toen? Toen zei ik, ja, prima, ik wil daar nadere dingen van weten. Maar wat je daarmee doet, ja, dat is natuurlijk eerst in eerste instantie aan jou. Ja. Maar heeft u toen alle mensen bij elkaar geroepen en gezegd, nou, we gaan dus even uitpraten? Nee. Oh. Nee, maar zulke soort dingen gaat in een stroomversnelling, hoor. Dat gaat is heel snel. Ja. Wat is dan gebeurd dan? Leonie Sazias belt u, er is iets aan de hand. En dan gaat het in een stroomversnelling. Ja, dat was in het weekend voordat op maandag het vertrouwen werd opgezegd. Dus op zondag hoort u dat het vertrouwen wordt opgezegd? Ja. Oké. Okay. En op maandag? Wacht even. Nee, ik hoor wat er aan de hand is. Oké. Okay. Ja. Ja, en kijk, er is natuurlijk een scheiding tussen bestuur en fractie. Ja. Dus ik laat de fractievoorzitter zelf beslissen wat zij uiteindelijk doet. En zij doet dat in samenspraak, ja, binnen de raadsleden die daar zitten. En drie van die raadsleden, ja, die besluiten samen om het vertrouwen op te zeggen. Het is mij nog niet helemaal duidelijk, maar laten we een stapje verder maken. Hoe nu verder? Stel je voor, ik wil in maart met vakantie met de auto. En de auto die breng ik bij u en die moet wel safe zijn. Ik praat in terminologie. In maart hebben we verkiezingen. We hebben een partij en die moet wel safe zijn om dit nog goed te krijgen. Want het krijgt nu de indruk, het is een chaos. Ik weet ook niet hoe het moet. En we zien wel hoe het loopt. Nou, die chaos is er geweest. Maar we hebben een fantastisch team. Ja. Echt een fantastisch team. Dat gewoon keihard verder gaat. Ja. Ja, om succes te bereiken. Ja. En voor de Hilversummers te betekenen. Ja. Wat ze oorspronkelijk wilden betekenen. In uw dagelijks werk bent u je kampioen in. Hè, in dit soort dingen oplossen. Ik probeer wel veel problemen op te lossen. Ja, dit is toch appeltje eitje dan? Nee. Kijk, nee, maar... Dit gaat om mensen. Ja. Ja. Dagelijks werkt toch ook? Moet je horen, als dit gebeurt binnen een partij, is de nachtmerrie van elke fractievoorzitter, maar zeker ook van elke bestuursvoorzitter. En wat is de nachtmerrie? Ja, de nachtmerrie is dat er dingen ondergronds gaan gebeuren en dat je daar dit soort hele nare dingen moet besluiten. Maar kunt u de kijker, we hebben vele kijkers, kunt u de kijker geruststellen? Ja, ik denk dat we binnen Hart voor Hilversum heel veel hele krachtige mensen hebben zitten die er vol voor gaan om op de weg die we wilden verder te gaan. Als ik dit hoor, denk ik van ja, het is wel mooi gezegd, maar... Ja, maar wij zullen het laten zien. Oké, hoe? We gaan in de algemene ledenvergadering, daar kan ik dus ook nog weinig van zeggen, moeten wij ook nog onze speerpunten en ons verkiezingsprogramma... Eén ding snap ik niet. Ja. Er komt een algemene ledenvergadering, maar meneer Hans Roos, die inmiddels zegt, ik ga in mijn eentje verder, die is nog gewoon lid van Hart voor Hilversum en staat ook nog steeds tweede op de kandidatenlijst. Hoe gaat dat dan, op zo'n algemene ledenvergadering? De algemene ledenvergadering zal zich eerst moeten uitspreken wat zij vinden van het vertrouwen opzeggen. Zegt de leden gaan akkoord. Dan is meneer Roos in één keer van de lijst af? Nee, dat is de volgende stap. Ja. Okay, maar meneer Roos krijgt natuurlijk alle gelegenheid om het te vertellen waarom hij dit niet uitgebreid te vertellen wat hij van mening is. Oké. Okay. Stel het ergste geval, hij gaat niet af van de lijst. Wat dan? Ja, nee. Ja, nee. Nee, boy, daar ga ik niet over het praten. Als dan? Dat zien we wel. U moet toch rekening houden met dat risico dat het niet loopt zoals u het wil? Ja, nou goed, dat zien we wel. Dan stapt u zelf op. Dat zien we wel. We zien het wel. Je merkt het vanzelf wat er dan gebeurt. Maar u zegt tegen de kijker, je merkt het vanzelf. Ja, maar ik ga er niet vanuit. Ik ga ervan uit dat ook de leden van Hart voor Hilversum vinden dat transparantie boven alles staat. Nou, we zitten hier nou toch? Ja, nee, maar en dat dus ondergronds campagne voeren er niet bij hoort. Niet bij onze partij. Oké. We gaan de algemene ledenvergadering afwachten. Als het volgens u goed gaat, maar u wil niet als dan doen, maar dan verdwijnt Hans Roos dus van de lijst. Dan komt iemand anders op de lijst. Nee.
Nee, schuiven mensen op. Ja. En de positie van de heer Van Os, speelt die nog een rol binnen dit partij op die vergadering? Nou, ik wil... Het is goed dat je dat vraagt. Ja. Kijk, we hebben daar, als daar is het bestuur... gedonder over begonnen, zeggen mensen. Nee. Kijk, je moet als bestuur ook een keer in de spiegel kijken. Ja. En ik denk dat wij als bestuur, ik in ieder geval, als bestuursvoorzitter... Mm-hmm. niet voldoende heb ingeschat, ondanks dat ik met veel mensen... binnen de partij, raadsleden, andere bestuursleden gesproken heb van tevoren... over de gesprekken die we gevoerd hadden met Frans van Os. Want het is niet over één nacht te ijs gegaan. Ook wij waren uiterst, laat maar zeggen, gezond wantrouwend. Dus we hebben hele lange, intensieve gesprekken gevoerd. En uiteindelijk heeft het bestuur gezegd... wij denken dat een goede plek is, plek 5. We hebben daar onvoldoende... rekening gehouden met de gevoelens die er echt leeft. Mm-hmm. Okay. Dus toen die lijst daar kwam, toen bleek ons al vrij snel dat, en we hebben toen, de fractie heeft mij toen uitgenodigd in het raadhuis, daar ben ik naartoe gegaan. Maar omdat Leonie nog op vakantie was, heeft Hans Roos toen het initiatief genomen om te zeggen, laten we nog een keer apart bij elkaar komen. En we hebben toen een plenaire vergadering gehouden. En naar aanleiding van die plenaire vergadering heeft het bestuur zich nader beraden. En hebben een aantal dingen gedaan. Punt 1, we zijn met Frans Roos, met Frans van Os gaan praten. Frans Roos, dat is een leuk. Frans van Os. Konden ze maar combineren. En met Frans hebben we gezegd, je moet ver naar beneden. Ja. Maar Frans heeft toen zelf gezegd, als er een Hart voor Hilversummer is die denkt dat ik hem voor de voeten loop, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Ik wil op de allerlaatste plek, volledig onverkiesbaar... En alleen als de kiezer in Hilversum zegt, willen Frans van Os. Nou, tweede wat we gedaan hebben, is we hebben de kandidatenlijst die we op volgorde hadden. Ja, maar gaat om de volgorde op de kandidatenlijst. En ik probeer, het kan toch niet zo zijn dat het Hart voor Hilversum eigenlijk de vertaling is van Hart voor jezelf. Dat het gaat om een plek. Nee, daar ben ik helemaal mee. En dat lijkt het wel op. Ja. De hele verhandeling die u houdt gaat daarover. Ik ben het helemaal met u eens. Oké, ik denk dat... Teamgeest gaat boven persoonlijk belang. Ik denk dat we moeten gaan afwachten wat er gebeurt op de algemene ledenvergadering. Misschien zijn er nog mensen in de zaal die willen reageren. We hebben hier een microfoon staan. Ik zie daar iemand staan. Die staat niet om te reageren. U stond daar per ongeluk. Iemand anders in de zaal die wil reageren op dit moment? Kijk, daar is... wilt u even uw naam zeggen? Mirjam Koolhoos van Leefbaar Hilversum. Waar kennen we u toch van? Leefbaar Hilversum. Leefbaar Hilversum, ook dat van de vorige uitzending. Nou, wij vragen ons af dat als er dus nu behoorlijk wat chaos is in Hart voor Hilversum... en ook een beetje in bestuur, raadsleden onderling... waardoor denken jullie dan om die uitstraling te krijgen... om dat je dan de kiezer het vertrouwen geeft dat het wel weer goed gaat met Hart voor Hilversum... terwijl het op dit moment... in de eigen partij niet goed gaat. Daar ben ik benieuwd naar. Dat is een vraag aan meneer. Ja, aan de vraag is hoe je dat doet. Hoe willen jullie dat gaan doen? Oké, dat is de vraag. Ja, wij denken dat er voldoende, meer dan voldoende teamgeest en spirit is... om dit op te passen. Op te pakken. Als die teamgeest zo goed was, waardoor komt dat scheurtje dan? Ja. Nee, ik zeg nu is de teamgeest, we zijn hier doorheen. Omdat er raadslid uit is, is de teamgeest weer goed. We zijn hier doorheen. Oké, nee, duidelijk. Oké. Dank u wel. Nog andere reacties? Nee? En dan dank ik u in ieder geval heel hartelijk voor het gesprek, meneer Ruijsberg. En ik wens u heel veel sterkte op de algemene ledenvergadering. Dank je wel. Het beste. En ja, dank u. Als muzikale gasten hebben we vanavond Elrike en Leopold in huis. Dit succesvolle en muzikale duo uit het Gooi heeft al een aantal succesvolle optredens achter de rug. En zelfs een tournee door Engeland. Genoeg reden om ze vanavond hier uit te nodigen. Dames en heren, Elrike en Leopold. Yeah.
southern sky. And if ever you decide, you should go. There is a taste of time, sweet and honey, down the seven bridges. Oh, oh. Dank jullie wel, Ulrike en Leopold. We gaan verder met een discussie over geld. De begroting van 2014 is bijna goedgekeurd door de gemeente Hilversum. Maar hoe gaat het straks verder? Bij Boy en Willem zit Jan de Wit van ChristenUnie en Bianca Verwij van de SP. En daarover gaan zij verder praten. En u weet het, hè? Als u live wilt reageren, dat kan. Via Twitter, hashtag PC Hilversum. Heren, aan u het woord. Dankjewel, Sylvia. Hartelijk welkom u allebei. Meneer de Wit wil ik u eerst even feliciteren. Want u bent onlangs gekozen tot lijsttrekker. Voor de tweede keer. Dankjewel. Ja. Mevrouw Verwij, voor u is het nog niet zo ver. Hè? Nee, wanneer, het is heel wanneer gaat bij u de vlag uit? We gaan afwachten wat er aankomende vrijdag gaat gebeuren. Aankomende vrijdag? Aankomende vrijdag wordt er een beslissing genomen over ons lijst. Ach, nou, dan gaan wij vast voor uw duimen. Nou, Sylvia zei het al, de begroting 2014 die ligt nu bij de gemeenteraad, maar die zal ongetwijfeld worden aangenomen. Zo'n laatste begroting wordt meestal een feestbegroting genoemd. Is het ook een feestbegroting, meneer de Wit? Nou, we hebben het wel eens erger gezien. Nog erger? We hebben het wel eens erger gezien. In die zin valt het me niet tegen. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd dingen die wij graag anders zouden zien. Dus, dus daar komen wij wellicht nog met voorstellen. Ja, we gaan die het ook halen, denkt u? Dat ligt eraan. Dat gaan we morgen zien. Ah, oké. Okay. Wat is er morgen dan? Dan is er gemeenteraadsavond over de begroting. Dan gaan we stemmen. Ja. Morgen gaat er over stemmen. Mevrouw Verwij, was u blij met de feestbegroting? Ja, de begroting is sluitend, zoals ze dat noemen. En, dus het is feest? Nou, dat lijkt mij een enorm feest. In ieder geval goed streven. En ook wij hebben een aantal dingen waarvan we zeggen, nou, die zouden we er nog wel een beetje in willen. Ja, maar echt grote veranderingen gaan niet meer plaatsvinden in de begroting. Die wordt afgetimmerd morgen. Ik kan me niet voorstellen dat de Partij van de Arbeid, VVD en D66 nog grote wijzigingen ten gunste van de oppositie gaan aanbrengen. Kijk, nou slaat u zelf het bruggetje. Want wij hadden iets leuks bedacht. Want wij wilden zeggen, van, nou, we maken u maar eens even coalitiepartij. Of een partij die het voor het zeggen heeft. En dan gaan we u maar eens een keer het geld laten verdelen. Willem? Ja, begrotingen maken voor dummies. We hebben die stapeltje niet voor niks neergezet. Het volgende idee ligt hier op tafel. Ik heb hier vier posten, waar we op gaan begroten. En ik heb vier stapeltjes. Dit is eigenlijk de begroting die u heeft voor de vier posten. Mevrouw Verwij in het zilver en meneer De Wit in het goud. De vier posten zijn cultuur. Hoeveel wilt u inzetten op cultuur? De tweede is openbare orde en veiligheid. U kunt kiezen. Verkeer en bereikbaarheid, dat is de derde. En ik doe het op alfabetische volgorde. Zorg, dat is de laatste. Om eens te kijken hoe dat nou loopt, zo'n begroting, wil ik mevrouw Verwij en meneer De Wit uitnodigen om op cultuur in te zetten. Dus maak uw stapeltje op hoogte en schuif hem naar voren. Ik had begrepen dat het extra geld was bovenop de eerdere begroting. Hoe je het noemt, maakt niet uit. Ja. Het is een beetje zinloze discussie om te gaan stapelen op geld wat je niet hebt. Dus dat vind ik dus wel wonderlijk. Gezegd, maar we komen even kijken, dus wat hebben we? We gaan voor cultuur. Ja, wat gaat naar cultuur? Cultuur. Ja, dat is toch cultuur, oké. Okay. En meneer De Wit? Wat gaat het worden, meneer De Wit? Wij houden het huidige cultuurbudget in stand. Dit is het. Okay. Wij investeren niet extra in cultuur. Maar het huidige cultuurbudget houden we in stand. Daar gaan we wel wat andere dingen mee doen. Dus er komt niks van die kant? Er komt geen extra cultuurgeld bij. Oh. Ten opzichte van de huidige begroting. Maar het is toch heel mager in Hilversum, meneer De Wit? We komen toch over. Nou, we hebben nog wel een paar postjes, hoor. Bijvoorbeeld, het minste uit aan cultuur in heel Nederland ongeveer. Ja, nou, dat valt wel mee, denk ik. Maar er zijn nog wel een paar postjes in de bestemming cultuur waar je wat mee kan schuiven. Ja, dus er komt niet één muntje ook naar cultuur? Geen extra geld. Nee, maar sowieso die vier dingen, cultuur, openbaar verkeer, zorg, Als er extra geld is, dan zetten wij dat op andere thema's. Dan blijft hangen op het woord.
extra geld. Ik wil graag weten, uit die vier posten... Natuurlijk zetten wij wat op cultuur in. Maar wij vinden vooral belangrijk, je moet in deze tijd niet alleen maar... Want kijk, tegen een politicus zeggen, er is extra geld, dat is altijd makkelijk. Maar bezuinigen is moeilijk en ombuigen. Ja. Maar wij zien bijvoorbeeld wel in dat we bij Museum Hilversum nog wat geld weg kunnen halen. En die ten gunste brengen van cultuur dichter bij de burger brengen, cultuureducatie. Mm-hmm. Dus wij zien het ook juist op ombuigingen en niet alleen maar extra geld inzetten. Oké. Okay. Goed, als we nou de verhouding zien, is nog heel veel geld in de pot, zou ik maar zeggen. Maar er staat wat voor cultuur. Tweede ding? Ja, doe er nog meer over zeggen. Meteen. Wou je nog wat over zeggen? Ja, ik ben heel benieuwd naar de potjes van cultuur wel van meneer De Wit. Wij geven 30% minder uit dan het landelijk gemiddelde. Ja. Dus ik vind het heel spannend om samen met meneer De Wit te ontdekken hoe we dat dan moeten gaan regelen. Ja. Nou, ik heb al een suggestie gedaan naar Museum Hilversum. Dus Museum Hilversum, daar vinden we elkaar zeker. Daar kunnen we misschien nog wat voordeel behalen. Nou, wellicht eerst de contouren van de nieuwe coalitie. Ja, dat is ongelooflijk. We zetten ze even bij elkaar. Cultuur sluiten we hierbij af. En we gaan naar openbare orde en veiligheid. Ik zou zeggen, net begon mevrouw Verwij, meneer De Wit, aan nu de opening. Ja, ik doe even mee met het spel Gewoon Geld. Ik had me voorbereid op extra geld. Maar wij vinden openbare orde en veiligheid belangrijk. Ja. Maar ik wil ook wel graag een uitleg bij geven waar we dat aan willen besteden. Oké, wacht even op de inzet van mevrouw Verwij. Dan komt u zo meteen met uw uitleg. Ja, dan zit ik met een soort... Kijk, ik had het zo'n beetje in derde bedacht. Dus ik ga deze daar neerzetten voor openbare orde en veiligheid. Ook zo meteen met de uitleg. En een uitleg. Het is ongeveer gelijk met cultuur, zie ik. Maar meneer De Wit. Meneer De Wit eerst. Ja, ik had eigenlijk bedacht om het geld voor openbare orde en veiligheid vooral in preventie te steken. Want we hebben de afgelopen tijd geïnvesteerd in camera's op straat en dat soort dingen. En ja, dat is op zich hartstikke aardig en misschien wel nodig. Maar wat nog veel belangrijker is om te zorgen... dat we onze samenleving op orde hebben. Preventie, zodat er minder criminaliteit is. Minder mensen op straat die rotzooi willen schoppen, et cetera. Dus daar willen wij graag investeren. En wat we zien, vooral in crisistijd, is dat er gezegd wordt... nee, die repressie, hè, die opsporing, et cetera, dat gaat wel door. Maar er wordt heel snel gesneden in zeg maar preventiebudgetten. Is dat dan genoeg? En dat is in ieder geval een mooie eerste aanzet, ja. Eerste aanzet? Genoeg is het nooit. Nee. Maar dit is even het geld gezien het stapeltje wat ik nog heb. En de andere doelen hou ik het even hierop. Ja, daar vraag ik het ook. Had nog een beetje reserve. Ja, mevrouw Verwij. Ja, ik deel de gedachte van meneer De Wit wel dat we op preventie moeten inzetten. Ik vind dat we daar concreet afspraken over moeten maken. Moet het dan camera's worden bijvoorbeeld weer? Nou, kijk, wij hebben ooit gepleit voor de lichtblauwe brigade. Een aantal BOA's die kunnen controleren op de horeca, veilig uitgaan. Die een aanvulling kunnen zijn. Ik ben hem even kwijt. Lichtblauwe brigade, horeca. Lichtblauwe brigade. De bijzondere opsporingsambtenaren die bijvoorbeeld de horeca kunnen controleren. Dat is niet meer een taak van de politie. Daar zit ook een grote zorg van ons. De politie... moet wijkagenten leveren. Er ligt een nationaal besluit politie-wijkagent. En dat zegt dat er op 85.000 mensen of op 5.000 mensen één wijkagent moet zijn. Er zijn 10 wijkagenten in Hilversum, zijn er dus gewoon te weinig. Het enige vervelende is dat we er niet over gaan. Dus wij moeten op zijn minst dat gesprek aan met de burgemeester over hoe wij kunnen zorgen dat er voldoende agenten zijn en dat er voldoende mensen op straat zijn. Dat wij er niet over gaan, je gaat het er wel over? Ja, dat is een zaak van de Tweede Kamer. Er is besloten, de nationale politie, waar de wijkagenten onder vallen. Dat is van minister Opstelten. En zowel mijn partij als de partij van meneer De Wit zitten in die Tweede Kamer. Dus ik neem aan dat we daar samen kunnen optrekken om onze wijkagenten uit te breiden. Ik merk hier een bijzondere samenwerking ontstaan op dit moment. Ja, mooi hè? Je ziet maar als jij twee potjes neerzet wat je al kunt bereiken. Zullen we doorgaan met het derde potje? En wat er nog over is. Ja. Verkeer en bereikbaarheid, mevrouw Verwij. Ja, het blijft een beetje saai. Je krijgt ook een derde. Ja. Een derde. Oké. Okay. Toelichting volgt. Ik ben niet aan de inzet van de ChristenUnie, meneer De Wit. Ja, krijgt nog een beetje van mij. Oké. Okay. Een beetje afkijken dit. Ja, ik weet nu al wat het volgende thema is. Ja, thema, Nou, er komt nog één thema, hè? Dus ik heb nog een reserve-thema. Ja, ook. Oh, jammer. Reserve-thema. Wat is uw uitleg? Ja. Verkeer en bereikbaarheid. Er is heel hard gewerkt in Hilversum aan het integraal bereikbaarheidsplan. Daar hopen we eind dit jaar de resultaten van te zien. Hou het kort. Hou het kort. Ja. Ik heb er wel vertrouwen in dat dat een verbetering gaat opleveren. Vandaar deze kleine investering. Meneer De Wit. Ja, we hebben inderdaad de afgelopen jaren veel in wegen geïnvesteerd. Tot 2020 zitten we redelijk oké, volgens de prognoses. Daarna zou het kunnen dat er wat moet gebeuren. Maar goed, we hebben ook nog een kleine bijdrage te storten in het fonds van meneer Boog over de HOV. Ja. En daar zijn deze vier muntjes voor. Dus ik hoop dat hij er zuinig op is. Zitten jullie eigenlijk zelf op dezelfde weg? Als ik het even
Op dezelfde weg? Ja, nou, op dezelfde weg qua verkeer en bereikbaarheid. Nou, wij rijden over de busbaan en ja. De SP heeft die nog niet gevonden. Oh, okay. Ja, daar wil ik wel even kort op reageren. Ja. Want dat is namelijk een investering van 118 miljoen waarvan de risico's niet volledig gedekt zijn. En wij hopen, als we straks na de verkiezingen verder gekomen zijn, die HOV misschien te kunnen schrappen en de 2,5 miljoen gewoon toe te voegen aan onze middelen om iets anders voor te doen. Als de SP collegepartij wordt, dan gaat de HOV eruit? Dat zou een grote wens zijn. Ja, dan kunnen we dat geld op een andere manier investeren. Maar dat is dan meteen een onderhandelpunt, begrijp ik. Want als u de HOV niet wegkrijgt, dan gaat u ook niet in het college. Ja. Nou, als mevrouw Verwij... Dat is een breekpunt, hè? Als klopt wat mevrouw Verwij zegt, dan zouden we 118 miljoen overhouden. Maar het is geld van de provincie, zoals u weet. Ja. En er is 2,5 miljoen van de gemeente. En dat zijn de muntjes die ik hier inzet. Is het nou een beetje een soort schets van de werkelijkheid, wat we hier nou zien? Niet van de bedragen, ik denk meer van de dingen die wij belangrijk vinden. Nee, ik vroeg het me af. Dus ik denk dat het zo gaat namelijk. Okay. Die komen dus ook in de verkiezingsprogramma's, begrijp ik. We zijn de laatste. Zorg. Nou, ik zou zeggen, tegelijk. Ja, er blijft heel weinig over. Nee, zetten daar dik 50% op in. Ja, dat is wel heel merkwaardig. Ja, leuk, je kan het sparen, maar ik wil het stapeltje wat ik overhoud, dat wil ik inzetten voor duurzaamheid. Want dat is een thema wat u niet genoemd heeft. Ja. De elektrische oplaadpalen. Maar wat wij wel ontzettend belangrijk vinden. Ja, en elektrische oplaadpalen zijn belangrijk, maar die kosten de gemeente zelfs geen geld. Dus daar zou ik niks voor hoeven te reserveren. Maar voor de verduurzaming van Hilversum is wel degelijk geld nodig. Gezien de ambitie die we uitgesproken hebben. En dit levert geld op, dit levert milieuwinst op. Dus ik zou zeggen, volgens mij zou elke partij zo'n stapeltje moeten hebben. Waarmee het punt gemaakt is over duurzaamheid. We waren bij de zorg gebleven. Ja. Dat is toch wat minder dan mevrouw Verwij van de SP. Zit er hoe denkt u dat het verschil komt? Nou, dat mijn muntjes op zijn. je kan het maar één keer uitgeven, heb ik altijd geleerd. Kijk, mevrouw Verwij die moet zelf inderdaad uitleggen hoe zij over zorg denkt. Maar wij vinden een aantal dingen heel belangrijk met de zorg die ook naar de gemeentes toekomt. Er zijn een aantal zorgdossiers, zoals de jeugdzorg, die komen naar de gemeentes toe. Dat betekent eigenlijk dat het budget van de gemeentebegroting ongeveer verdubbelt. Dat is ontzettend veel geld wat onze kant op komt. Is dat ook weer niet in discussie ondertussen? Er is een deel van het budget dat gaat over de persoonlijke verzorging. Ja. Daar is discussie over of dat naar de zorgverzekeraars gaat. Maar waar het om gaat is dat dit een ontzettend belangrijke transitie is. Dus de gemeente krijgt de taken bij. Er moet heel veel veranderd worden. Ja. Tegelijkertijd wordt er ongeveer 30% op bezuinigd. Ja. En wij maken ons ernstig zorgen of dat niet ten koste gaat van de kwetsbare doelgroep die gebruik maken van die jeugdzorg en die zorg. Even hand op de knip. Vandaar dat wij, u ziet mijn stapeltjes, ik zet het meeste geld van wat ik gekregen heb, zet ik op de zorg, omdat ik dat ontzettend belangrijk vind. Het punt wat ons wellicht onderscheidt van de SP, is dat wij ons de afgelopen jaren niet alleen ingezet hebben voor het budget voor zorg, maar ook voor netwerken in de samenleving. Want wij vinden zorg is niet alleen iets. Hè. Medische zorg moet je natuurlijk in het ziekenhuis krijgen. Maar zorg is ook heel vaak zorgen voor elkaar. Voordat we het spoor bijstraken, ik ga even naar mevrouw Verwijk. Klopt dat een beetje, wat meneer De Wit zegt? Nou, wat meneer De Wit zegt, klopt zeg maar ten dele. Ik denk dat er heel veel, en mijn partij denkt dat er heel veel geld in zorg omgaat. Hè. We hebben straks Hilversje Media Dorp en Zorgstad. Er zitten veel mensen die zorg nodig hebben. Er gaat inderdaad een bezuiniging aan de grondslag van 30%. En het moet allemaal nog veranderd worden. Als we dat nu over laten komen zonder dat we daar volledig in investeren, dan zal je zien dat mensen zorg tekort komen. En Jannie Bakker van het CDA zegt van mensen die aan het loket komen, die krijgen uiteindelijk voor 40% niet wat ze vragen. Dat vind ik veel en ik ben heel benieuwd of de Hilversummers ermee eens zijn dat dat zo gaat. Dus ik denk dat we echt veel geld moeten reserveren om dat goed te laten gaan. En uiteindelijk kan dat een besparing opleveren. Dus ik zou daar en ook nog extra geld op in willen zetten. En zelfs van uw duurzaamheidspotje iets af willen snoepen. Als je er maar af blijft. Ik denk dat we dit, nu hebben we een overzicht, veel aan zorg en de andere posten, cultuur, openbare orde en veiligheid, verkeer en bereikbaarheid, ongeveer gelijk. En daar zien we eenzelfde verhouding, maar er is geld achtergebleven of dat moet anders worden besteed, volgens meneer De Wit, in duurzaamheid. Zijn er nog vragen? Meneer De Wit. Het is ook uw chance dat we steeds... Ik ben Mirjam Kolos van Leven van Hilversum. Ik heb even een vraagje aan meneer De Wit van de ChristenUnie. Ja. U zegt, we willen niet al te veel aan cultuur spenderen. Want wat er nu is, dat vinden wij voldoende om ook dat voor het volgend jaar in te zetten.
We kunnen desnoods iets bij het museum Hilversum weghalen. Maar dit jaar heeft de raad toegezegd 6 ton per jaar voor 3 op 1 volgende jaren. Hoe had u gedacht dat weg te kunnen halen dan bij het museum? Nou, het museum dat krijgt subsidie van de gemeente elk jaar. En dat gaan we afbouwen, zodat we daar geld voor overhouden. En mijn partij die heeft ook bij de afgelopen begrotingsbehandelingen telkens gezegd dat we dat budget ook niet in Museum Hilversum willen steken. En dat standpunt dat huldigen we nog steeds. Dus wij willen dat liever niet gebruiken voor het museum, maar voor cultuur-educatie. Wij denken dat dat nuttiger is voor de Hilversummers. Maar het is reeds toegezegd. Dat is mijn punt. Kun je dat dan in die komende 3 jaar zeggen van, nou, vergissing, we halen het laatste jaar die 6 ton toch maar even terug? Ja, volgens mij is de raad de baas over het geld. En wij kunnen dat zeker melden dat wij dat gaan afbouwen. Daar zijn we politieke partijen voor. Dus je kunt het terughalen. Dat is niet prettig voor het museum dan. Ja. Ik hoor dat het niet prettig is. Nee, ik begrijp heel goed dat dat voor het museum niet prettig is. Ja. Maar besturen is keuzes maken. En dat zijn soms pijnlijke keuzes. Eindelijk. He. Net op tijd. Ja, het had ook niet langer moeten duren, Lex. Het had gewoon niet langer moeten duren. Nee. Dan was de ramp niet te overzien geweest. Nee, het was even wachten, maar dan heb je ook wat. Dat is wel duidelijk. Wacht even, waar heb jij het eigenlijk over? Waar ik het over heb? Over die kleine crematorium die we gaan krijgen in Hilversum. Ah, dat kleinschalige crematorium. Crematorium? Ik dacht dat je het had over die breuken bij Hart voor Hilversum. Wat bedoel je? Je begint over crematorium. Daar branden ze elkaar ook af. Ja, dat is duidelijk. De strijdbijl hebben ze voorlopig nog niet ingegraven, Lex. Nee. En we krijgen er weer een lokale partij bij. Ja, dat is wel zeker. Nou, weet je wat ik denk? Ik denk dat die Sasjas te veel anti-roos heeft gebruikt. Dat denk ik. Ja. Ik vind het trouwens nog het ergste voor die John Tammer. John Tammer. Die weg moest, ja. John Tammer? Ja. John Tammer, wie is dat? Wie is John Tammer? Ik had ook nog nooit van hem gehoord, maar hij is nu meer en meer ontmaskerd en in de openbaarheid gekomen. John Tammer? Ja. Wat deed hij dan? Het schijnt dat hij 4 jaar fractiemedewerker is geweest bij Hart voor Hilversum. John Tammer? Ja. Nooit van gehoord? Tja. Nou, die durft zich in het openbaar ook niet te vertonen, denk ik nou. Ik het ook niet eens. En het is natuurlijk allemaal eigenlijk te danken aan die Frans van Os. Nou, te danken, te wijten. Ja, te wijten, ja. Ja, te wijten. Ja, hij houdt zich ook niet bij die partij aan moeten sluiten, nou, natuurlijk. Dat moet hij nooit. VVD blijft een VVD. Ja, toch? Precies. Volgens mij willen ze hem eigenlijk nu al gewoon weg hebben, Lex. Weg hebben. Gewoon weg hebben. Frans van Os wegkrijgen. Ja. Nou, daar heb je echt een rijdende rechter voor nodig voordat die weg is, hoor. Ja, dat is waar. Ik zie hem zo op de fietsje gaan. Hé, hey, weet je wie ook een hele leuke vogel is? Dat is echt die nieuwe van de VVD. Hoe heet die? Frits. Ja, Frits, dat is een pintermannetje is dat. Oh ja? Hij heeft een plan bedacht. Hij wil een brug slaan tussen het Mediapark en het centrum. Hey. Dat is een end. Een brug. Tja, ik dacht dat Hilversum, dat ze helemaal gek waren van tunnels trouwens. Ja, maar hij bedoelt... Nee, Lex, hij bedoelt het niet letterlijk, hij bedoelt het figuurlijk. Een figuurlijke brug. Een figuur slaan. Ja, een soort, ja, en weet je waarom? Hij is erachter gekomen dat bij de top 2000, dat altijd voor kerst gehouden wordt, dat er dan heel veel mensen naar beeld en geluid gaan. En hij dacht, die moeten naar het centrum, daar moeten ze naar een restaurant, daar moeten ze gaan drinken en andere leuke dingen gaan doen. Ja, maar hoe willen ze dat bereiken? Nou, ja, hoe willen ze dat bereiken? Nou, ik stel me zo voor dat hij dan een bus afhuurt en dat hij die mensen dwingt om die bus in te gaan. Gedwongen. En dat hij dan, ja, verplicht. En dat ze dan bij de kerkbrink worden afgezet. En dat hij dan gaat spannen hier. Gaat spannen, dat denk ik. Spannen? Ja. In het centrum van Hilversum. Ja. Wat moeten ze daar in godsnaam doen? Nou. Ja. Nou. Gewoon, hè. Ontspannen. Ja. Denk ik. Trouwens, dat oppakken en in bussen afvoeren, dat is ook ongeveer de methode die ze zullen moeten gebruiken om mij naar de stembus te krijgen. Ja, ik zou ook echt niet meer weten op wie ik moet stemmen, hoor. Echt niet. Hoe dichter we bij maart komen, hoe meer partijen erbij komen. Ja, november. Het is er wel de tijd voor, want dankzij die Hans Roos hebben we nou 11 partijen. Een raad van 11. Nou, dan weet ik al wie Prins Carnaval is. Ja. Dag, meneer Broertjes. Alaf. Alaf. Ja, het is een onderwerp, ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar die misdaadcijfers die zouden verbeterd zijn in Hilversum. Ja. Maar toch wordt het weer criminelen.
Het wordt in Hilversum toch weer criminelen. Welke idioten opeens weer iets aan het handhaven ergens? Nou ja, ze hebben, dit keer hebben ze bewoners van een filewijk. Die hebben ze betrapt op landjepik. Zulke nette mensen. Ja. Die of beschaafd en opgevoed. Ja. Landjepik. Misschien om een derde of vierde auto ergens te parkeren of zo. Dat zal het. Dat is ongelooflijk. Weet je wat ook asociaal is? Dat ga ik je even vertellen. Wat ook asociaal is. Nou, oh man, die is zo asociaal. Ja? Die verkeersdeelnemers in Hilversum zijn zo asociaal. Ja, nee, ik zie het aan je. Je maakt je eentje erover op. Het is trouwens niet alleen in het verkeer. Oh nee? Nee, misschien heb je dat ook gelezen, maar dat. Een aantal buurtbewoners van Arno Schepers, van de VVD, die hebben hem beschuldigd dat hij een aantal bomen bij hun in de straat heeft laten kappen. Man, nou, en dat is zo'n nette jongen, die Arno Schepers. Ja. Zo goed opgevoed. Ja, dat zou hij nooit doen, nee. Nee. Die jongen die snoeit alleen in alles, bezuinigt tot op het bot en die gaat zich niet verlagen tot op een boompje. Weet je hoe ik dat noem, Lex? Dat noem ik, ze hebben gewoon geen respect. Respect, dat noem ik. Populair woord tegenwoordig. Ja, dat hangt erin. Dan kan ik dat mooi gebruiken als net als Frits Vogel om een bruggetje te slaan. Hoezo, moet je ook naar het centrum? Nee, niet naar het centrum, maar naar de voormalige Clemenskerk aan de Bosdrift. Ja, het is dan. Heb je dat gehoord? Nou, daar willen ze nou een tweedehands winkel. Ja, een tweedehands winkel. En hoe heet het? Ik vind dat een heleboel mensen vinden dat ook niet van respect getuigen. Daar kwam ik eigenlijk via respect. Ja, maar Lex, wat wil je dan anders in zo'n Clemenskerk hebben? Noem eens wat. Nou, je zou bijvoorbeeld als een vluchtkerk kunnen gebruiken. Een vluchtkerk? Een vluchtkerk, ja. Voor gevluchte en overlopende politici. Oh, dat is een mooi. En dan gaan we die naam van die kerk gaan we veranderen, Lex. Ja, zeg op. Ja, let op. Het Heilige Hart voor Hilversumkerk. Ja, nou, helemaal geweldig. Dat lijkt me puik. Helemaal geweldig. En om het af te toppen, maken we Hans Roos pastoor. Dan heeft hij ook weer een baantje. Nou, is het probleem bij Hart voor Hilversum ook opgelost? Alles opgelost. Ik zou zeggen, proost, jongen. Ja, cheers. Proost. U hoorde en zag in de sketch Guus Beijer en Lex Bogert. Voor ons laatste onderwerp hebben we iemand uitgenodigd die zijn comeback maakt hier in Hilversum. Hij was hier al eerder raadslid, maar wordt een nieuwe lijsttrekker van D66. Wiemar Jäger. Ja, hartelijk welkom, meneer Jäger. Sylvia zei het net al, u maakt uw comeback. Voor degenen die het niet weten en wellicht voor alle nieuwe kiezers die straks mogen stemmen. Hoe lang heeft u hier in de politiek gezeten? Ik heb een kleine vier jaar in de politiek gezeten, maar niet als raadslid. Heel kort, maar als raadslid. Want ik heb de eerste 3 jaar van die 4 jaar hier als fractieassistent ben ik in de raad geweest. Ja, en het laatste jaar als raadslid? Het laatste jaar als raadslid, ja. Dat was in 2009, toch? Dat was in 2009, ja. Ah, oké. Okay. Maar u nam op uw hoogtepunt afscheid, want u werd toen nog gekozen tot politicus van het jaar, toch? Ja, dat klopt. Ja, ja, dat was een grote eer. Ja. En toen dacht u, nou, nu ben ik groot geworden. En toen stond u vervolgens op de lijst voor de Tweede Kamer. Ja, ze zei tegen mij, je moet altijd afscheid nemen op je hoogtepunt. Ja. Maar daar heb ik natuurlijk achteraf wel een beetje spijt van. Dus vandaar deze comeback. Dat is niet gelukt. Ja, maar... Wat gebeurt er? Nee, er is niet zoveel gebeurd. Maar het was in ieder geval een grote eer om die titel te krijgen. Ja. En dat was het. En dat was het. Ja. En nu gaan we opnieuw proberen om die titel te krijgen. Maar ik wou nog één dingetje met u doornemen, want u bent niet in de Tweede Kamer gekomen. Nee, dat klopt. Maar we komen u dan opeens weer tegen als interim wethouder in Muiden. Ja, dat klopt ook. Voor D66. Voor D66. Ja, als officieel ben je als wethouder natuurlijk niet partijpolitiek. Nee, okay. Maar desalniettemin voor D66. Ja, maar dat, als u de kans zou krijgen, wilt u daar dan niet verder gaan als wethouder? Nee, ik ben uitdrukkelijk een interim wethouder. Ja? Ik woon natuurlijk ook niet in Muiden. Nee, maar dan kunt u naartoe verhuizen, toch? Ja, dat kan, maar dat doe ik liever niet. Ja. Blijf liever in deze mooie stad met zijn dorpse allure wonen. Ik ben daar tijdelijk om een aantal problemen te kijken of we die kunnen oplossen. En daar heb ik mijn schouders onder gezet de afgelopen 2 jaar. En ik hoop dat we dat positief kunnen gaan afronden. Okay. Blijft de vraag, waarom dan weer Hilversum? Nou, u heeft keuzes zat. U kunt naar de Tweede Kamer, u kunt in Muiden blijven zitten natuurlijk. Maar nu bent u terug in... Ja. Ik laat even een pauze vallen. In Hilversum. In Hilversum. Nou, dat is denk ik, dat is wel een hele bewuste keus. Want hoe gek het ook mogen klinken, maar ik heb wel wat met deze stad.
Dat ten eerste. En ten tweede is het natuurlijk ook zo dat als je in de politiek zit, dat het dan toch wel prettig is als je ook af en toe het gevoel hebt dat je wat resultaat kunt boeken. En ik denk dat dat hier in Hilversum goed kan. U kan dat goed. Nou, we kunnen dat als D66 goed. En ik zou het hartstikke mooi vinden als ik daar inderdaad als fractieleiding leiding aan kan geven. Dus dat klopt. U doet me een beetje denken aan een voetballer die in Amerika is gaan voetballen. En nou, op een gegeven moment, aan het eind van zijn carrière, toch weer een beetje dan weer op de thuisbasis bij Hilversum. Ja, ik mag hopen dat het niet het einde van mijn carrière is. Laat ik zeggen, maar u begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp wat u bedoelt. En wat bedoel ik? Wat u bedoelt is Tweede Kamer, dat is ooit aan de orde geweest. Ik moet nog steeds zeggen dat ik er best trots op ben. Dat ik het ook erg mooi vond om in 2010 gevraagd te worden om namens deze regio en ook met de achtergrond als ondernemer op de lijst van D66 te staan. Nou, dat vind ik nog steeds een mooie ervaring is dat geweest. Tegelijkertijd is het zo dat we toen moesten constateren dat ik op een plaats stond die niet haalbaar was. En nou, op dit moment ligt dan de kans om in Hilversum mooie dingen te gaan doen. En dat is dus nu de hoofdprioriteit voor de komende jaren. U zei Hilversum is wel een stad met ja, dorp, ik vind, nou, er is natuurlijk altijd een discussie of je nou over dorp of stad moet praten. Ik blijf toch altijd maar over stad praten, maar dan zeg ik wel met dorpse allure. Ja. Want ik vind Hilversum, dat is tenminste mijn persoonlijke opvatting over deze stad. Het mooie is dat je aan de ene kant, laat ik maar zeggen, de dichtbijheid van het dorp hebt, het persoonlijke van het dorp. En aan de andere kant de anonimiteit van die stad. Je kent de bakker, maar je kan wel zonder dat je gezien wordt door de winkelstraat. Het is ook tegelijkertijd daarmee, u zegt het zelf, geen vis en geen vlees. Ja, dat klopt. En dat is misschien wel zo prettig. Oké. Ik wil toch even terugkijken, want u heeft natuurlijk een prachtig partijprogramma straks met D66. Ja. Maar dat had u 4 jaar geleden ook hier. Dan kan u zeggen, ik ben 4 jaar weg geweest, maar dat zou een beetje flauw zijn natuurlijk. Nou, dat zou ik niet doen. Nee. Nou, een van de dingen die ik er toch even wil halen is toch, en we hebben de vorige uitzending ook over gehad, D66 heeft zich altijd opgeworpen als de cultuurpartij. Dan kijk ik nog even naar het programma van 4 jaar geleden. En D66 zet zich in voor extra investeringen in cultuur en een betere samenwerking tussen culturele instellingen. De komende jaren willen we dat voortzetten. Nou, we hebben het gezien, meneer Jeger. De cultuur is alleen maar achteruit gegaan, Hilversum. Ja, volgens mij moet u het verhaal toch dan even helemaal in zijn context plaatsen. Ja? Het is ten eerste absoluut zo dat D66 een zeer warm hart voor cultuur heeft. Misschien wel het warmste hart, zo roep ik dan altijd maar. Tegelijkertijd is het zo dat we, toen wij coalitieonderhandelingen deden, cultuur bij de VVD terechtkwam. Ook financiën overigens. En er was een tweede aspect, dat wij al vrij snel in de afgelopen periode geconfronteerd werden met het feit dat we, nou zeg maar even, tussen de 13 en de 15 miljoen extra moesten bezuinigen in deze stad. Dat betekent dat je dat ook ergens in die cultuur terug gaat zien. We hebben toen gezien dat de VVD een voorstel heeft gedaan om 1,2 miljoen euro te bezuinigen. Hou het kort en begrijpelijk. Ja, nogmaals, de VVD stelde voor om 1,2 miljoen te bezuinigen. Ja. Dat hebben we publiekelijk in de Raad terug weten te brengen. Ja. Dat betekent dat er inderdaad bezuinigd is op cultuur. Tegelijkertijd denk ik dat het, als je heel eerlijk bent, ook een aantal goede dingen heeft gebracht. Wat we altijd hebben gezegd is, cultuur moet je niet bezuinigen op de programmering. Maar wat we geprobeerd hebben is om, laat ik maar zeggen, de organisaties en de locaties efficiënter te maken. Ja. En dat is volgens mij goed gelukt. Ja, nou, nog niet helemaal waarschijnlijk. Maar mijn grote vraag is, gaat u nou straks weer in het verkiezingsprogramma zetten extra investeringen in cultuur of niet? Nou, ik weet niet of er daar nou extra investeringen in komen te staan. Maar het stond er 4 jaar geleden in. Het is niet gebeurd. U zegt, ja, er is minder bezuinigd dan gepland. Ja. Voilà. Maar dat is, u had ook kunnen zeggen, nou oké, extra investering is niet mogelijk, maar we handhaven cultuur op een niveau zoals het is. Uw partij is akkoord gegaan met nog extra bezuinigingen. Dat lijkt me een uitgangspunt wat absoluut gehandhaafd moet worden voor de komende periode. Er wordt niet meer bezuinigd op cultuur. Er wordt niet meer bezuinigd op cultuur. Het is op daar. Het is op daar. We moeten in ieder geval zorgen dat we de programmering in die cultuur echt hoog houden en versterken. Ja, maar u zei daarnet, ik heb even goed geluisterd, u zei ja, wij wilden extra investeren, maar de cultuur kwam bij de VVD terecht. En daardoor werd er bezuinigd. Dat is natuurlijk nooit een goed excuus, toch? Als je coalitiepartner bent. Nee, dat is niet zozeer een goed excuus. Ik wil er alleen maar mee aangeven dat we dat die cultuur in eerste instantie bij de VVD ligt. En overigens nu bij D66 ligt ook daarna. Ja.
We hebben ons wel degelijk, laat ik maar zeggen, toch behoorlijk wat aan de cultuur gelegen laten liggen. Ja. Juist om het naar onszelf toe te trekken en om te zorgen dat we voor zover er dan bezuinigd moest worden, dat op zo goed mogelijke manier te doen. En dan met name te richten op, laat ik dan maar even zeggen, de stenen en de organisaties. Okay. En niet op die programmering en de verenigingen die daarin actief zijn. Okay. En waarom is dat? Nou, omdat dat volgens mij het hart van die cultuur is. Dat is ook het hart van... Maar die stenen? Dus niet die stenen, inderdaad. Die programmering en die organisaties, die vormen daadwerkelijk het hart van die cultuur. Daarvoor moet je zorgen dat dat echt niet aangetast wordt. En daar staan wij als D66 hard voor, ook voor de komende 4 jaar. Vind je dat leuk om te doen? Wat vind ik leuk om te doen? Dit, wat u nu vertelt? Ja, ik vind dit erg leuk. Ja, u was wethouder in Muiden en daar had u, las ik, onder andere toerisme in uw portefeuille. Ja, dat klopt. Nou is Muiden natuurlijk echt, wat hebben we het Muiderslot, de haven, het is wat een feest. Ja. Hoe zit dat met dat is toch, is dat niet? Nou, toeristisch zijn we hier denk ik inderdaad wat dat betreft nog wel ietsje zwakker. Maar laten we niet vergeten dat we hier wel een hele andere mooie sector hebben. Dat is de mediasector. En dat we ook een fors groeiende sector, de zorg, hebben. En ik denk dat dat ook de twee speerpunten zijn. Als je nou over sectoren hebt waar je echt... Ja, we hadden het over cultuur en dat Oké, ga door. Nou ja, ik probeer het te snappen. Kijk, als u een verbinding legt tussen cultuur en toerisme, dan kan ik me daar wel bij voorstellen als je over het Muiderslot praat. Ook een beetje geschiedenis, hè. Tegelijkertijd, als we het hebben over media, dan kun je toch ook een behoorlijke verbinding naar cultuur leggen, lijkt mij. Dus in die zin zijn er wel degelijk verbintenissen ook vanuit de cultuur naar de economische sectoren. En dat moeten we absoluut versterken en dan moeten we zorgen dat we daar ook van profiteren. Ook als we naar die economie kijken, hoe ga je er nou mee om in die media? Hoe zorg je dat ook, laat ik maar zeggen, zijn vruchten afwerpt in de cultuur? Ja, dat is een vraag aan jezelf. Nou, dat is een vraag aan mijzelf. En het antwoord daarop is dat je moet zorgen dat instellingen en verenigingen samenwerken en dat we... Laat ik maar zeggen, zoals dat dan zo mooi heet, crossovers hebben. Je hebt de creatieve media, zoals dat dan heet, waar je precies op het snijvlak zit van cultuur en van media. En daar moeten we veel ruimte voor geven en daar moeten we zorgen dat dat met name versterkt wordt, omdat dat ook volgens mij de voedingsbodem is voor de toekomstige media. Oké. Wat is het belangrijkste wat u de komende 4 jaar wil bereiken in Hilversum? Want u staat op nummer 1, dus de kans is groot dat u in de gemeenteraad komt. Ik hoop het. Of wilt u wethouder worden? Ik wil ook wel wethouder worden. U wilt ook wethouder worden? Ja. Maar dus een stem op Wiemer is ook een stem op een toekomstige wethouder? Niet per definitie. Ik zal u eerst even de eerste vraag beantwoorden. Er zijn volgens mij eigenlijk 3 punten die echt belangrijk zijn voor de komende periode. Dat is 1, dat je naar de stedelijke kwaliteit kijkt. De kwaliteit van de stad. Dan heb ik het over toch een stad die moderne architectuur erg mooi is opgebouwd. En we hebben de afgelopen jaren dat misschien toch wat verwaarloosd. Dus we moeten zorgen dat we goed ook naar die binnenstad kijken. Het is hier vanavond al eerder genoemd. We kijken en dan zien we... En dan zorgen dat je dus niet gebouwen ergens neerplemt, maar dat je dat wel degelijk in een architectonische, laat ik maar zeggen, geschiedenis en cultuur doet. Dat je ook zorgt dat je naar de gebouwen die leeg staan, dat je daar wat beter naar kijkt, dat je daar gebruik van maakt. Tweede aspect wat heel belangrijk is voor de komende 4 jaar, dat is ook vanavond al aan de orde geweest, dat is de zorg. De zorgtaken die wij als gemeente op ons afkrijgen. En we moeten ervoor zorgen dat we die zodanig organiseren dat we niet alles bekijken vanuit, laat ik maar zeggen, problematiseren en indiceren. Altijd maar kijken van, nou, die meneer die heeft of die mevrouw die heeft dat, daar doen we een stempel op. Maar daadwerkelijk kijken naar de behoeften. En dat kun je op het moment dat je vanuit de gemeente dat organiseert veel beter dan wanneer dat gebeurt. En de laatste. Het laatste punt is dat we echt toch enig aandacht moeten hebben voor de economie. Als we kijken naar de binnenstad, dan zien we dat de detailhandel het moeilijk heeft. Als we kijken naar de media, dan zien we dat het daar moeilijk is. En ik zeg niet dat wij hier in Hilversum de crisis kunnen oplossen, want dat kan natuurlijk niet. Maar we kunnen wel zorgen dat we veel meer ruimte leveren aan bedrijven. Ik noem maar eens eventjes wat. Ga nou niet in die binnenstad en naar die winkels kijken vanuit ruimtelijke ordening, van wie mag waar. Maar ga nou eens kijken vanuit economisch opzicht en vanuit economisch oogpunt, hoe je dat op een of andere manier beter kan doen. Meer evenementen in die binnenstad, zorgen dat winkeliers de ruimte hebben om ook vanuit een bestemmingsplan hun activiteiten te kunnen organiseren. Nou, ik denk dat u hele verkiezingsprogramma nu geciteerd heeft. Ongeveer. Ja. Ik denk dat er misschien ook vragen zijn. Denk je? Is er nog een motto voor? Ja, motto. D66 heeft een motto. Anders nu Wiemer? Nou, nee, het is niet anders Wiemer. Anders Wiemer. Die is nog wel ongeveer hetzelfde. Ja. Het motto ga ik u nog niet verklappen. Want nou, wat voor kant gaan we op? Nou, volgens mij gaat het erom dat Hilversum het beste verdient. Oké. Ik hoor getrappel achter me. Ze staan te bekvechten voor de interruptiemicrofoon. Klopt dat? Sorry? Staat u te bekvechten voor de interruptiemicrofoon? Nee, bij bekvechten nooit. Nee. U wilde iets vragen? Ja, ik wilde... Wie was u ook alweer? Nou ja,
Dat is allereerst heb ik een hoop mooie dingen van de heer Wimmer. Het is interessant dat u even ons voorstellen aan de interruptiemicrofoon. Dat is stijl. Wat? Het is even uw naam noemen, dat bedoelt hij. Oh ja. Dat we even uw naam noemen. Wat ga ik doen? Fijn, hartelijk dank. Ja. Wanneer is de uitzending afgelopen? Jacques van Rooyen, PvdA Hilversum. Ja. Nee, ik heb de heer Jeger een hoop mooie dingen horen zeggen. Met name over de binnenstad. Fantastisch, mooi. Je merkt wel dat hij een 4 jaar toch iets weg geweest. Want in de details mist hij een aantal dingen. Met name als het gaat om cultuur. Hij heeft een pleidooi gehouden voor cultuur. Ja, en dan begint hij eigenlijk. Ja, de cultuur lag bij de VVD, maar de laatste 2,5 jaar lag cultuur gewoon bij de wethouder D66. Dus de wethouder D66 heeft eigenlijk deze bezuinigingen doorgevoerd. Overigens bezuinigingen van het college. Dus daar, laat daar geen onduidelijkheid over bestaan. Wat is uw vraag? Ja, mijn vraag komt eraan. Die komt er u aan. Nu. Nou, dat ik. Kijk, meneer D66 die houdt een pleidooi voor toch die binnenstad. Terwijl ik van zijn wethouder toch niet heel erg herkend heb dat cultuur naar die binnenstad moet. Ten eerste heeft hij, vind ik, heel veel geld uitgegeven aan allerlei dingen die niet noodzakelijk waren. Ik heb het eens opgeteld, ongeveer 2 miljoen. Maar goed, dat daar gelaten. Maar hij heeft bijvoorbeeld, hij legt accenten bij het MCO. Hij legt bijvoorbeeld accenten bij het MCO, terwijl ik denk van ja, dat zit niet in de binnenstad. Nou ja, goed, maar in ieder geval. Maar komt u nu tot uw vraag? Ja, nou ja, dat hij pleit nu voor allerlei zaken in de binnenstad, terwijl zijn wethouder een beleid heeft gevoerd dat niet ondersteunt. Okay. Meneer Jeger. En de vraag is, hoe komt dat? U bent daar niet verstaanbaar als u daar praat. Meneer Jeger, wilt u reageren op meneer Van Rooyen? Nou ja, ten eerste, ik ben 4 jaar weg geweest. Ik heb het nieuws inderdaad via de band gevolgd. Even stilte daar. Mogen we even stilte in de zaal? Er komt veel reuring, hoor ik wel. Ja, dat zijn bepaalde partijen die. Ja. Nee, maar ik ben inderdaad 4 jaar weg geweest, dus ik heb het niet gevolgd in de raad, maar natuurlijk wel een beetje in de krant. En tegelijkertijd denk ik dat een beetje distantie ook niet zo gek is. Als ik zo af en toe meneer Van Rooyen hoor, dan is dat misschien heel goed. Maar tegelijkertijd, als je het hebt over cultuur, dan is het wel belangrijk, zoals meneer Van Rooyen ook zegt, dat je dat inderdaad in die binnenstad doet. Dan noemt meneer Van Rooyen, ja, dan ben je naar het MCO gegaan. Ja, ik wil meneer Van Rooyen toch nog even in herinnering roepen wat voor drama zich bij die MCO heeft afgespeeld. En wat voor kwaliteit, zelfs nationale kwaliteit, we daar gewoon door, laat ik toch maar zeggen, een rancuneuze bezuiniging op ons afkregen. En dat gebeurt hier wel in deze stad. En daar moeten wij toch wel iets mee. Dus ik vind het eigenlijk alleen maar heel goed dat onze wethouder getracht heeft om ook in het hele culturele programma het MCO een plaats te geven. Omdat we daarmee een stuk extra voor die MCO, voor het MCO kunnen doen. En dat is hartstikke belangrijk voor Hilversum. Oké. Okay. Er is nog een tweede persoon die wil reageren. Dat is mevrouw Verwij van de SP. Ik werd aangenaam getroffen door meneer Jeger. Omdat hij zei, kijk, wij moeten heel goed luisteren naar welke behoeften mensen hebben. Nu was de SP vandaag, of eigenlijk gisteren, in de gelukkige omstandigheden dat wij samen met de mantelzorgers aan de directeur van Versa Welzijn een wensenlijst konden aanbieden over waar zij behoefte aan hebben. Dat is namelijk laagdrempelige, warme zorg. Heel toevallig had ik hem nog in mijn tas zitten. Dus ik wil graag deze behoeftenlijst overhandigen aan meneer Jeger. Zodat hij daar kennis van kan nemen en samen met de SP kan zorg dragen voor laagdrempelige zorg. Voor mantelzorgers en iedereen die dat nodig heeft. Met speciale aandacht voor de decentralisaties in de zorg en de jeugdzorg. Want wat ons betreft is het met kinderen niet experimenteren. We moeten borgen dat die zorg goed blijft. Nou, u krijgt meteen al wat aangeboden. Hartstikke mooi. Dus u mag het verkiezingsprogramma is pas in december klaar, dus ja. We nemen er kennis van. Bedankt. Ik zie nog iemand die. Laatste reactie, meneer. Mijn naam is Ton Luiting. Ik heb 1 motto voor D66. Erik Boog moet blijven. Zo. Nou, meneer Jeger, daar kunt u het mee doen. Ja. Maar ik heb begrepen dat meneer Boog niet wil blijven. Dus ik denk dat we u heel veel succes gaan wensen in de komende verkiezingscampagne. We gaan u ongetwijfeld nog een keer tegenkomen in de uitzending. Ongetwijfeld, dank u wel. Dank voor uw aanwezigheid. Dank u wel. Ja, en dan zijn we bijna alweer aan het einde gekomen van deze tweede uitzending van Politiek Café Hilversum. Wij bedanken alle gasten en aanwezigen hier voor hun inbreng. Gelukkig zijn we de volgende maand weer. Zitten we wat dichter bij de verkiezingen, wordt het alleen maar wat spannender van. We gaan er natuurlijk uit met nog een laatste prachtig nummer van Elrieke en Leopold. Dames en heren, dank voor uw aanwezigheid en applaus voor Elrieke en Leopold. APPLAUS